goedenavond, dames en heren. Ja, Wilfred is er niet. Wij liggen er niet wakker van. Ik denk ook niet dat er één kijker thuis naar een ander net zept. Maar onze man Jan, die was wel voor ons op Wembley. Maar Jan Boskamp was naar de kapper geweest, dus hij is moeilijk te herkennen. Nou, daar komt de grote vedet aan. Hij zal overvallen. Onbegrijpelijk dat de RTL-directie hier toestemming voor geeft. Kijk, ga het toch interessant doen ook. Heeft zijn eigen ego zitten bevredigen bij De Wereld Draait Door. Is helaas niet toegekomen aan zijn actie voor gezond eten. Maar dat zullen wij dadelijk nog wel krijgen dan. Dit is allemaal gespeeld, want in Amsterdam was hij ook al gesminkt. Dit is allemaal nep. En vooral niet applaudisseren als hij binnenkomt, hoor. Hels fluitconcert. Hé? Een hels fluitconcert. Of allemaal weglopen, dat zou ook leuk zijn. Ja, tv is allemaal nep, hè? We zijn al begonnen dus, hè? Nou, lekker wel. Ja? Kunnen we, ja? Ja. Achter de bar langs. Nou, we schrijven weer geschiedenis, hè, in TV-land. Zullen we onder de tafel gaan zitten? Ja, is hij er? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Top zo. Hebben we het al over Vincent Janssen gehad of nog niet? Nee. Nee, we hebben het hoofdzakelijk over jou gehad. Oh. Dat we het onbegrijpelijk vinden dat de RTL-directie voor zo'n egotrip van jou toestemming geeft. Je verdient hier meer dan de minister-president. Dan hoor je gewoon hier op tijd te zijn. Wij zijn er ook op tijd. Ja, excuus ervoor. Maar voor het eerst bleven werd er positief over mijn bijdragers gesproken. Nou, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Oh, vond je het wel meevallen? Ja. Oh. Ik had niet de indruk dat de presentator daar nou zo'n leuk programma vond. Ja, heel goed. Vincent Janssen. Vincent Janssen, ja.